ik moet denk ik in eerste instantie Ton en ook Utrecht proficiat wensen met dan ook een terechte Europese campagne die ze tegemoet gaan. Ik denk dat we, zoals in Roda, natuurlijk zeer ongelukkig begonnen. De eerste minuut meteen bij de lange bal, inworp, corner. En je denkt, we zijn vertrokken. En de eerste keer komt die bal over de middenlijn en het is weer bingo. Dat doet al wat pijn. De groep reageerde wel heel goed. Ik denk dat we daarachter het heft in handen hebben genomen. En dat we ons spel proberen op te dringen met veel enthousiasme. Wat ik ook heb gezegd voor de wedstrijd. Drie mensen achterin, vijf mans middenveld, twee mensen voorin. Om zoveel mogelijk druk uit te oefenen. En ik vond dat we daarna 3-4 minuutjes heel goed in slaagden. En eigenlijk het spel meer en meer opdrongen. Natuurlijk is het levensgevaarlijk om Utrecht in de omschakeling de vrijgeleide te geven. Maar ik vond dat we dat heel beheerst opvingen. En dat we daardoor ook gelijk maken. En daarna ook met een x-aantal zeer goede schoten zeer goed in de wedstrijdzaal. Dus het was absoluut een wedstrijd waar je van weet, kan je dan de 1-2 maken, dan kunnen er hier nog gekke dingen gebeuren. En dat gevoel had ik eigenlijk onder de rust wel, omdat we vrij goed in die wedstrijd zaten. Het was echt een wedstrijd naar mijn gevoel. En die illusie was eigenlijk 5 minuten na de rust helemaal weg. Meteen weer de aanval, heel gemakkelijk. Maguire die eigenlijk in de hoek zit ten opzichte van twee mensen die de bal gewoon kan volgooien. En hij wordt prachtig binnenkop door Van Walswinkel. En dan is het 1-2-1. Iets erachter valt meteen de rode kaart. Ja goed. En daarachter heeft Utrecht het spel gewoon helemaal naar zich toe getrokken. En wij hadden toen niet meer de controle. We trachten toen nog gewoon met 3 mensen achterin verder te spelen. Om toch daar gewoon voor te blijven gaan. Zoals we eigenlijk heel de tweede ronde hebben gedaan. Maar toen het 4-1 was, toen had ik er eigenlijk genoeg van. Dan heb ik Erik Addo erbij gebracht. Om te zeggen, kijk, het is gedaan. Wat je natuurlijk dan heel jammer vindt, is dat dan toch de vrees in arm gebroken is. Dan sta je nog met 9. En dan moet je het laatste 10 minuutjes natuurlijk jammerlijk toekijken. Naar een groep die enorm veel progressie heeft gemaakt. Die tot het einde heeft gewerkt. Misschien ook voor een stukje aan zijn plafond zat. Maar ik kan ze alleen een compliment maken voor wat ze ook hier vandaag hebben trachten neer te zetten. En laten we hopen dat we Roda op dezelfde manier kunnen terugzien volgend jaar. En als we dan dat weer dat kleine stapje kunnen maken, dan kunnen we het misschien Utrecht volgend jaar nog een beetje moeilijker maken. Proficiat dan. Dankjewel. Tom, we hebben afgelopen door het stadion het gerucht dat FC Utrecht Europa ingaat. Kun je dat bevestigen? Nou, als ik het nu niet meer kan bevestigen, we zaten hier naar Stichting Socrateren te kijken voor gehoor gestoorden. Dus. Nou ja, wij hebben deze wedstrijd benaderd als een 0-0 wedstrijd. Je weet dat Roda hier al gisteren naartoe is gekomen om toch de boel heel serieus op te pikken. Nou, dat hou je de groep dan ook voor. Van, het is toch voor ons iets nieuws, een voorsprong verdedigen. Nou, we hadden het scenario ook wel doorgenomen dat zij met 3-5-2 zouden beginnen. Nou, dat stem je dan met de spelers af. Eerste helft kom je dan al vrij snel op voorsprong. En inderdaad maakt Roda dan vrij snel de gelijkmaker. En dan, dan heb je toch het gevoel op de bank van nou ja, dat kan toch nog wel eens heel lastig worden. Inderdaad, wat Harm dan ook aangeeft, naar de 2-1... Dan zit je toch iets rustiger. En dan, daarna de 3 en de 4-1 erbovenop. Toen was het gelopen. Ik wil Roda toch een compliment maken. Het is altijd makkelijk als je gewonnen hebt natuurlijk. Maar als je ziet waar zij vandaan komen. Verleden jaar om deze tijd speelden ze nog ergens in Leeuwarden. Om behoud van de Eredivisie. En ik denk dat Roda dit seizoen gewoon een fantastisch seizoen gedraaid heeft. En nogmaals een compliment om te zien waar ze vandaan komen. Voor de stad Utrecht denk ik dat het fantastisch is dat we een keer weer Europees voetbal halen. Ik denk dat het voor de club een heel groot compliment is. Voor Frans van Zeumer een heel groot compliment is. Fouke Boy met de technische staf en uiteraard de spelersgroep. Omdat we dit seizoen denk ik met een vrij jonge en gretige en frisse groep zijn begonnen. Denk ik chapeau aan de club FC Utrecht. En ik zou zeggen laat de glazen bier vol lopen en laten we er vanavond een groot feest van maken.